deze plek, bij Julianakanaal, bij Limburgse Elslo, heeft de politie en de brandweer een lichaam uit het water gehaald. Volgens baggeraars die het lichaam aantroffen, gaat het niet meer om een compleet lichaam, maar om een romp zonder handen, zonder armen, zonder benen en zonder hoofd. De politie doet op dit moment onderzoek. We hebben gesproken met de opvarenden van het schip die het lichaam aantroffen. Volgens hen gaat het niet meer om een compleet lichaam, maar om een romp. Het mist armen, benen en een hoofd. En zoals gezegd, we hebben het lichaam naar de kant gehaald. En op dit moment wordt het lichaam veiliggesteld. Zullen wij nader onderzoek instellen. Allereerst uiteraard naar de identiteit en dan die doodsoorzaak. Dus wellicht dat we in de loop van morgen meer duidelijkheid kunnen geven. Maar op dit moment gaan we ons focussen op het onderzoek. Als dat lichaam alle andere onderdelen mist, dan lijkt het wel op een liquidatie. Als we op dit moment nog speculeren, zoals gezegd, we gaan ons nu eerst focussen op dat onderzoek om duidelijk te krijgen wie is deze persoon. Aan de hand daarvan gaan we uiteraard verder met onderzoek, maar ook kijken naar de doodsoorzaak. Dus wellicht, zoals gezegd, morgen meer duidelijkheid.